Een hele goede morgen allemaal. Ik heb gewoon mijn stoelverwarming aanstaan nu. Nummer 2. We gaan kijken of ik deze vol kan houden vandaag. Het is vandaag ontzettend druk in de studio. Ik ga proberen wat te filmen, maar ik moet natuurlijk wel rekening houden met de privacy van onze klanten. Ik wou eigenlijk om 9 uur in de studio zijn. Maar ik kijk nu op de klok. En het is 9:55. Ergens is er iets niet helemaal goed gegaan. Volgens mij was ik pas om 9:30 wakker. Het voordeel van om 9:55 naar je werk te rijden is dat er geen hond op de weg is. Dat is heerlijk dit. Normaal gesproken is de kant in de file. Kan ik niet gewoon beter gewoon een uurtje later gaan en dan ook een uurtje later weer naar huis? Staan er geen files, kan ik alsnog met de auto. Goed excuus. Achter mij staat Colin en die vroeg zich dus af, daar zullen we hem hebben, die vroeg zich af hoe werkt dat dan? Nou, heel simpel. Je pakt het ding gewoon in je handen. Niet moeilijk met statieven. En je lult gewoon een beetje. Ja, precies. Super makkelijk. Ja, cool. Het vreet wel data weg. Hoor. Dat is wel echt, dat is echt irritant. Ik ga zo meteen even een plaat van de Black Joggers even aanpassen. Black Joggers, ik denk dat veel mensen ze nog niet kennen. Maar over een jaar kennen we ze allemaal. Daar ga ik altijd vanuit. Ik heb een leuke lijst gekregen van ze. Waar echt tot op de seconde en de frequentie precies staat wat ze dwars zit. Dus dat is wel heel fijn om te weten. Ik ben altijd heel erg voorzichtig met het direct overnemen van comments. Er staat bijvoorbeeld hier, dit is eventjes echt voor audiotechnici gelul. Staat hier bijvoorbeeld dat er op 1120 hertz een soort resonantie zit. En dan is altijd de vraag, zit die resonantie in de mix? Of zit die resonantie in de afluistering van de klant? Dus de vraag is dan, waar zit het probleem? Want ik kan natuurlijk hier wel het probleem gaan oplossen dat het bij de klant goed klinkt. Maar als het bij ieder ander mens niet goed klinkt daardoor, dan is dat heel erg zonde. Dus ik ga altijd heel erg gedetailleerd die lijst door. Want als je de lijst zo ziet, dan denk je, dat kan je in 5 minuten doen. Maar ik stop er altijd wel even wat tijd in. Dus dat wordt even zoeken, hoe en wat. Maar daar kom ik wel uit, dat komt wel goed. Dus ik ga even lekker een uurtje aan het werk. En nou zag ik net dat het drinkrecept van vandaag is veranderd ten opzichte van gisteren. En Colin gaat mij nu uitleggen wat voor thee ik nu ga drinken. Ik heb netjes 2 zakjes in de kan gedaan. Oh, ik dacht het is bijzondere thee. Nee, geen kruidenthee. Oké, nou ja. In ieder geval, het staat hier. Het lijkt eigenlijk gewoon een beetje pis. Dit is het. En gaan we gewoon opzuipen. Het is zelfs lekker warm. En omdat je in een studio zit zonder daglicht, is het altijd handig om eventjes buiten te gaan staan. Hoi! Nou, dan niet. En een beetje hooi te zeggen tegen iedereen. Even lekker in de zon. Het is, hoe warm zou het vandaag zijn, Mauro? 25 graden. Om het vanaf van 25 graden een kopje muntthee van 35 graden naar binnen slokken. Heerlijk. Heerlijk. Als ik dit had geweten, dat het zoveel tijd zou kosten om een filmpje te editen en het renderen daarna, dan had ik het misschien helemaal niet gedaan. Maar ja, we zullen zien. Ik moet daar gewoon ook nog even een methode in vinden. Ik ben er ook achter gekomen dat ik iets concreter moet praten. Minder moet zeggen, beter adem moet halen, bla bla bla. Vanavond gaan we lekker met George optreden. Ik hoop dat ik daar een paar beelden van kan schieten en erin kan stoppen. Ik ga nog even een beetje schuiven aan een liedje. En we zullen zien. Was het avond. Ik sta geluid te doen voor George. Of samen met George. Nou ja, eigenlijk ik sta geluid te doen. George is gitaar aan het spelen in de hangar. Of is dat wel het logo? Geen idee. En knip maar naar de beelden. I just need your body, baby. From the silver. You don't need to have experience to me. You just leave it all up to me. I'm gonna show it for you. Zo, dat was dat. En wat naast mij zit. Uit je nek te lullen, en man. Naast mij zit. George, die wil niet in beeld zijn, denk ik. Nou ja, dat heeft niks met willen te maken. Nee, oké. Okay, ben je gek? Ja. Ja, jezus, wat een licht, jongen. Ik heb een kop naar de rotte appel, ja, man. Echt, gadverdamme, man. Hoe ging het naar jouw Hoe mening? Hoe ging? Ja, hartstikke goed, joh. Mooi. En dan gaan we tegen iedereen welterusten zeggen. Welterusten en tot morgen. Vergeet niet te abonneren en een groen duimpje omhoog te geven. Dat wat heeft kun zin jij blijkbaar. Trouwens een berg onzin uitkramen, zeg. Dat is echt bizar. En toedeledokie. Dat is het enige wat ik nog kan zeggen. Oud gebouw, joh. Ja, dat komt goed. Niet uit, joh.